Nou, ik ben terug van een reportage uit Thailand. Voor die bomaanslagen daar. Waar een paar Nederlanders gewond geraakt. Dus dat is best wel een heftig verhaal. Ik ben Koen Nederhof en ik ben onderdeel van het hit-and-run team van de Telegraaf. Het lijkt logisch dat ik nu een koffertje bij me heb. Die heb ik dus eigenlijk altijd bij me. Ik moet dat zo snel mogelijk kunnen inchecken. Dus er moeten kleren voor een paar dagen in zitten. Vloeistofverpakkingen, zodat het in de handbagage kan. Stekkeradapter voor over de hele wereld. Dan kan ik zo snel mogelijk op pad. Nee, ik weet 's ochtends eigenlijk niet wat ik de rest van de dag ga doen. Dat kan per dag verschillen. De ene dag is het een heel zwaar onderwerp dat iets ernstigs aan de hand is. En de andere dag is het iets heel luchtigs. Ik ga naar de première van de 13e Floris. Oftewel de serie die ver voor mijn tijd afspeelde. Nou, als je weet waar je heen gaat, heb je nauwelijks voorbereidingstijd. Over het algemeen spring je heel snel in de auto om ergens heen te gaan. Dus dat is snel schakelen, veel mensen spreken, creatief nadenken en uiteindelijk toch terugkomen binnen een paar uur met een artikel. Foto's, video's, het liefst allemaal tegelijkertijd. Het kan elk moment gebeuren, nu we hierheen rijden, dat ik word gebeld van nou, keer maar om, want er is iets veel belangrijkers aan de hand dan de première van de nieuwe Floris aflevering. Mijn vrienden die weten dat ik te pas en te onpas gebeld kan worden en dus ergens heen kan. Nou, voor je verhaal hoef je lang niet altijd alleen maar de officiële wegen te bewandelen. Nou, het kasteel van Floris. Je moet je feiten wel hebben, maar daarna kan je prima aankloppen bij bijvoorbeeld de buren van een huis waar een wietplantage stond of is uitgebrand. De politie kan je het een en ander vertellen, maar die buren, die hebben het meegemaakt. Dat is het verhaal wat je wil vertellen. Wat gaan we doen, Koen? Wat gaan we doen? Nee, Rutger Hauer komt hierheen. Afgelopen weekend zat ik in Thailand voor die aanslagen. Gefilmd, gefotografeerd en stukken gemaakt. Mocht je je afvragen waarom ik een potlood heb, als het regent vlekt een potlood niet in een pen wel. Puur een trucje dat je het nog leesbaar kan houden als je buiten werkt. Rutger is er. Ja, toen hij aankwam, dat was een heel onhandig moment om uitgebreid vragen te gaan stellen. Dus daar heb ik bewust de andere journalisten eigenlijk even voor laten gaan. Weet je, voor die man is het zelf ook. Het is hartstikke vervelend als je 10 keer dezelfde vraag krijgt. Dus ik kan beter straks een paar vragen stellen die nog iemand heeft gesteld. Dat heb ik mijn eigen verhaal. Ja, het meeste werk wat wij doen bestaat uit narigheid, uit geweld. Dus het is leuk om ook eens een keer gewoon iets vrolijks te kunnen doen. Wees voorzichtig. Ja, maar zeker de wat oudere lezers, die hebben Floris allemaal gezien, die zijn ermee opgegroeid. Dus het is leuk om dat weer eens een keer ter herinnering te brengen. En met jou heb ik nog een ander plan. Persmoment. Dus ja, we gaan van pen naar microfoon. Was het ook leuk om jezelf terug te zien, zo lang nadat het is opgenomen? Ja, ontzettend leuk. De beeldtaal ging bijna langzamer dan... nee, maar dat zou je niet verwachten. Het is nog bezig en we moeten weg. Deadline roept. Hey Robert, met Koen. Hey, hi. We zijn net klaar hier zo, dus ik ga nu tikken. Hoeveel woordjes heb je ongeveer nodig? Nou, missie geslaagd. Ruim voor de deadline mijn artikel ingeleverd. Ik heb vandaag kennis gemaakt met Floris. Het is een serie die door 3 miljoen mensen werd gekeken. Nou, die gaan morgenochtend op de deurmat gaan ze weer eens Floris vinden. En dat is waarschijnlijk lang geleden, dus ik hoop dat ze het een beetje lezen met een grimlach. Want zo heb ik het wel geschreven, volgens mij is het gelukt.